Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. Met in de opstelling René Wagelaar. En goedemorgen. Twee vrienden van de show, maar liefst tegelijk. Twee al. Voor de prijs van één. Jeroen Heubach en Jan van Staar. Oh. Mannen, welkom. Hoe zit het met de oranje koorts? Nou, dat moet bij mij nog beginnen. Moet van ver komen? Ja, natuurlijk. Nee, we zijn net met die competitie klaar in Nederland, hè, een beetje. Ja. Nu, dus dan begint het allemaal een beetje te borrelen. Dus die jasje krijg ik al koorts. Ja, nee, maar ik had vanochtend heb ik even getemperd. Toen had ik geen koorts. Dus, geen koorts. Nee, helemaal. Nee, bij jou. Nee, bij mij ook niet. Kijk, normaal is het een beetje in juli, zeg maar, augustus. Dan zit je lekker thuis en een barbecue, een biertje drinken met vrienden. De beleving van een grote toernooi. Ja, en dat heb ik tot nu toe nog niet. En ja, en wat Jan zegt, competities, ja, dus winterstop. Ergens competitie nog niet afgelopen, maar ja, ik heb dat gevoel nog niet. Misschien komt het nog, maar over die beleving gaan we het zo nog even hebben. Heb jij gisteren naar Ecuador tegen Qatar gekeken, René? Nee. Ik heb niet gekeken. Het tijdstip is fout, het land is fout, de mensen daar die het organiseren zijn fout. Maar ga je dan dus helemaal niet kijken? Ik denk het niet. Ik denk dat ik niks ga kijken. Nee, ik denk dat ik misschien een stukje oranje, omdat ik dan aan het eten ben. Rond 5:30, 6 vanavond. Maar verder nee. Ben je dat nou? Je bent toch een voetballiefhebber? Kun je voetbal en politiek niet scheiden op dit moment? Nou, ik vind het zo'n raar moment midden in de winter en WK. Ik ken het sinds, even kijken, de jaren 65, 67. Wanneer was de eerste toen in Brazilië? Maar daarna heb ik ze wel vaak gevolgd. Maar nu, ik vind er echt helemaal niks aan. Nee, echt een duidelijk statement. Hoe was die beleving bij jullie vroeger? Hè? Want jij komt uit Utrecht, Jan. Als Nederlands elftal moest spelen, was het inderdaad wat Jeroen net zegt, barbecue. Een oranje wortel op je hoofd en noem maar op, bij wijze van spreken. Die wortel is wat overdreven. Maar die vlaggetjes, nee, maar ik kom uit de volksbuurt gewoon. Nou, dat zal Jeroen ook beamen. Beleving. Ja, joh, die leven mee, die zaten buiten allemaal. En natuurlijk, die waren allemaal geschminkt. Maar die vlaggetjes hingen overal al dagen van tevoren. Dat was hartstikke geinig. En dan kom je ook automatisch wat meer in de sfeer. Ja. Nu kom je, ja, ik rijd zo meteen naar huis, dan zie ik helemaal geen vlag. Nee. Nou, dan denk je, wat wordt er gevoeld? Ja, die boeren protesten toch? Ja. Nou, ja, die, blauw-wit-rood aan de kant van de weg. Ja, nee, maar voor wie zijn die dan? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, maar dan zit ik ernaar te kijken en denk ik, dat gevoel is er nog niet. Maar dat komt. Ja, als er gespeeld gaat worden en het succesvol is, dan zou je zien, dan gaat Nederland in de loop beetje van het toernooi. Ja, dat lijkt mij wel. Ja. Hoe was dat bij jou vroeger? Je zegt net al barbecue buiten. Ja, dat was bij jou ook in de Volkswijk, hè? Ja, maar je bent met vrienden en grote vriendengroep en je spreekt af, wat gaan we doen? Ja, we gaan de ene keer daar bij jou of we gaan naar de stad of we gaan daar barbecues doen, een biertje drinken, voetbal kijken. Maar ja, op dit moment is het niet, ja, dat gevoel heb je nou niet. Maar je hebt ook het Sinterklaas heb je hebt kerstdagen heb je, ja. Veel concurrentie hier. Ja, heel veel concurrentie bij de WK. Maar je barbecue nog wel steeds? Ja, nog steeds. Dat gaat er goed in, hoor. Ja. Zeg mij met milde ironie en spot. En als je dan kijkt naar al die toernooien die je hebt meegemaakt, hè, op die manier, die beleving. Ja. Wat is, en dan bedoel ik de eindtoernooien, EK's en WK's. Wat was het mooiste voor jou? Ik denk dat Nederland Europees kampioen werd, denk ik. EK 88. 88, denk ik, ja. Ja, en dat is mooi, want... Was ik nog wel jong, maar is wel... Was je 5? Nee, ik was 6. 16 toch? Zoiets? Ja, zoiets. Nee, maar dat was nee, maar dat zijn wel dingen wat je onthoudt, zeg maar. En het komt steeds weer terug. En WK's, ja, niet echt. Vooral EK 88. Laatst zag je dan wel weer een documentaire gezien van Bergkamp was op televisie. En dan zie je ook bepaalde beelden en doelpunten. Kunst, dan zie je dat ook weer wat hij tegen Argentinië doet. Wat hij dan ook weer flink bij Arsenal ook heeft gedaan. Maar ja, dat zijn wel momenten, dat als je dat weer ziet op televisie, dat zijn wel weer mooie momenten om te zien. Ja. En, vooral als je dat zoiets op WK doet. EK 88, wilt u dat gevoel van toen weer terug hebben? Terugbeleven, dan kunt u komende zaterdag naar het Wilming Theater in Enschede. Daar hebben we het EK 88 college, mooi bruggetje, met Wim Kieft, met Berry van Aarle, met Evert ten Napel, de originele commentator. Het Volksparkstadion is van ons. Er zijn nog kaarten komende zaterdagavond in Enschede. Even een vorm van sluipend gezuik. Kun jij dus ook wel? Je zegt altijd dat nee, doet dat. Ik kan het wel, maar ik sla jou vanaf nu over als het gaat om de WK-dingen. Ja, jij hebt daar geen zin in om daarover te praten, dus ook kennelijk. Nee, EK 88 wel. EK 88. Wat was dat voor jou? Wat was dat voor jou? Wat betekende dat voor jou? Ja, toen vond ik het prachtig om te kijken. Ja, ik heb de goal van Kieft gezien.
Ja, in Gelsenkirchen. Ja, daar was ik bij, ja. En dat vond ik wel mooi om te zien. En het WK vroeger wel. Maar het komt ook een beetje door de commerciële toestanden eromheen en alles. En het land en het... Ja, wat ik al zei, de tijd, man. Ik ga midden in een winter een WK. Dat zijn we niet gewend. Dat is damesvoetbal. Wat vond jij het WK, het mooiste WK? Nou ja, ik had natuurlijk 74. Maar het had ook te maken dat ik net in het eerste van Utrecht stond. Ja. In die tijd. Ik speel natuurlijk ook vaak tegen dat soort spelers nog. Ja. En, maar goed. Tegen Cruijff, Van Haan. Ja, maar dan zit je ernaar te kijken. Maar bij mij, zeg maar, Brazilië-Nederland. Dat was natuurlijk toch dat doelpunt van Cruijff. Die voorzet van Krol. Ja, maar dat zijn momenten waar je van zegt. Maar er waren zoveel goede momenten. Want jij hebt het nou over die EK gehad. Maar wij waren op Zeist. En toen was Van Basten aan het terugkomen. En die was geblesseerd geweest. En toen moesten wij hadden de einde van de cursus. En toen waren wij daar. En toen was die Van Basten met Nol de Ruit aan het trainen. Ja. Om hem fit te krijgen voor die EK. Nou, en wij zaten ernaar te kijken zo langs het veld. En hij had een zak ballen bij hem. Nou, hij raakte echt helemaal niks. Die Marco, nou, echt Utrechter ook. Ja. Dus je zat ernaar te kijken. Je denkt, als die zometeen dat elftal moet dragen. En dan zie je een paar weken later, dan zie je hem dat doen. Hij miste de openingswedstrijd tegen de Sovjet-Unie, maar tegen Engeland. Ah nee, maar klas, geweldige speler natuurlijk. Ja, maar geweldige doelpunt ook. Nee, maar als je dan ziet hoe snel het kan gaan. Ja. Maar die hebben hem klaargestoomd voor het EK toen de tijd. Het is echt geweldig om dan van dichtbij mee te maken. Jan, we hebben wel eens over gehad. Hè. Jij komt dan uit ook een andere generatie van spelers. Hè. Vroeger had je het middenveld, Oranje WK, Neeskens, Van Hanegem. Wie was er nog meer bij? Die jongens, als je dat nou terugziet. Toen waren we allemaal lyrisch over en dat waren topspelers, noemden ze dat dan. Hè. Maar als je nou kijkt, 10 jaar later, of 15 jaar later, het EK 88 middenveld, met Arnold Muren, met die jongens, dan zijn toch eigenlijk dat ook allemaal topspelers geweest. En nu Frenkie de Jong, noem ze maar op, wie nu op middenveld. Dat zijn toch ook allemaal topspelers. Maar gaan wij niet, komt dat door de leeftijd, dat we steeds vroeger zeggen, was het goed en nu minder? Nou, Theo Jansen was toch ook een topspeler? Ja, tuurlijk. Nee, maar het gaat erom in welke tijdszone speel je. Precies. Daar gaat het met name om. Kijk, je moet het niet verheerlijken, want zo is het nou eenmaal. Nee. Maar we weten wel dat zeg maar, dit soort grote namen die jij noemt, in elke zeg maar, periode heb Nederland ook dat soort spelers gehad. Maar kijk, Cruijff en Hanegem zijn in mijn beleving zeg maar, de buitencategorie. Maar dat komt van heel dichtbij meegemaakt heb. Nu kijk je er ook naar. Je hebt ook nu spelers van de buitencategorie. Maar het voetbal is gewoon sneller geworden. Het is anders geworden. Fysiek. Jeroen ook beamen. Ja. Ja, dat is gewoon. Je moet ook anders kerstbomen kijken. Van Tichelen die liep zo, weet je nog? Dat is niet normaal, joh. Maar nu, potverdomme lichaam. Vanavond Senegal dan. Ja. Als dit uitgezonden wordt, dan kunnen mensen dat wel beamen. Maar daar zitten er 11 in. Nou, de kleerkasten. Van spelers, ja. Je hebt Tioté meegemaakt op training, hè? Dan ging je altijd naar binnen, of niet? Als die kwam? Nee, ik was niet bang voor hem, hoor. Oh. Maar hoe ging dat? Ja, dat was een granieten jongen, hè? Ja, maar dat zijn jongens. We hebben wel eens gehad, jongens uit Afrika, weet je. Die kwamen trainen of die kwamen proef. Ja, en die trekken het poortje niet terug, hoor. Nee. Die denken van, ik moet hier de kosten... Ja, en dat gaat vanavond ook gebeuren. ...contract krijgt en die kletsen er gewoon in. Ja, die motivatie was gewoon bij dat soort spelers, het is overleven. Ja. En die hadden dan ook het lichamelijke voordeel nog vaak, hè. Dat is nou eenmaal zo. Ja, dat hebben ze. Maar ja, goed, hij heeft dat van dichtbij meegemaakt. Vaak uit armoedige situaties, waardoor ze voor hun familie de kost moeten verdienen later in Europa. Hè. Dat geldt voor Zuid-Amerikanen, geldt voor Afrikanen, een beetje voor Aziaten. Dus in die zin zit dat er gewoon in gemetseld. Wel mooi. Zijn er nog dingen waar jullie naar uitkijken? Ik bedoel, Marokko speelt met Ziyech in de basis. Hè. Die heeft van de week gescoord vanaf eigen helft, weliswaar in een oefenwedstrijd, Jeroen. Maar is dat nog iets om naar uit te kijken? Of zeg je, ach, niet zozeer? Ja, wat ik al zeg, ik ben net ook overgegaan over het WK. En dat gevoel heb ik niet. Dus ik heb ook geen andere tegenstanders gezien. Ik heb geen voetballers gezien. Kijk, het is voor Ziyech. Het is mooi als hij speelt, hoor. Ik vind het mooi dat hij meedoet. Ja. Het is een hele fantastische voetballer in mijn ogen. Dus en bepaalde landen, ik weet het gewoon niet. Nee. Kijk, het is natuurlijk, dan hoor je die Benzema, die doet jou niet meer. Ja, dat vind ik dan wel weer jammer voor Frankrijk en dat soort dingen. Dat grote namen, dat vind ik jammer. Kijk, en die kleine ploegjes, kijk, er zullen ook wel wat voetballers in lopen waar je denkt van, zo, die kan ook wel aardig voetballen. Ja. Die ga je niet allemaal kijken? Nee, omdat ik ook geen gevoel heb, mag niet. Nee. Misschien komt er nog één dingetje als deze aflevering wordt uitgezonden. Heeft Nederland gespeeld tegen Senegal? Verrassend is hoe dan ook het feit dat Andries Noppert in de basis staat. De keeper van Heerenveen, Jan. Ja. Is dat niet een heel groot risico?
is dan de vraag. Ja, natuurlijk blijft dat een risico. Maar dat, kijk, hij staat ervoor. Hij moet keuzes maken als trainer. Nou, hij heeft daarop voor gekozen. Maar het gaat er ook om hoe je op die trainingen bent. Hè? Want hij ziet ze elke dag. Wij zien alleen maar een kwartiertje op de tv. Ja. En dan is het een beetje warm lopen. En dan moet je alweer wegwezen. Ja. Maar hoe hij zich manifesteert in de groep. En wat hij voor type in het doel wil hebben. Het zijn wel verschillende type keepers ook. Hè? Nuchtere kijk, jongen. Ja, nuchter, no nonsense. Iedereen gunt het hem ook wel. Je hoopt dat hij het goed doet voor ons als land zijnde. Maar het blijft altijd een risico. Ja. Want de enige internationale ervaring die hij heeft, is dat hij op vakantie is geweest. Ja, maar dat is wel waar. Nee. Ja, dat is 31 wedstrijden betaald is wel. Ja, nee, maar is toch, hè, het is een vreemde keuze. Het is wel typisch iets maar Jan, van Gaal ook, René. Hè? Ja, dat is het wel. Maar dat deed ook vroeger met Menzo en Van der Sar. Weet je nog? Die ging een paar keer met een corner onderdoor en Van der Sar kwam erin. Nou, die keek als Sjaak in de chocoladefabriek rond. En hij werd later Europees kampioen. Moeilijk begin. Ja, moeilijk begin, maar hij liet hem wel staan toen de tijd. Ja. En Noppert vind ik op dit moment van die drie, wat Jeroen goed zei voor de tijd, met lengte, met die grote zinnen gaan lezen. Ik denk dat het wel goed is dat hij erin staat. Ja. Pasveer was ook niet in goede doen de laatste weken. Nee. Bijlo misschien kwam er weer aan. Hè? Ja. Maar ja, kwam er weer. Ja, ik zou zeggen, ik deed ook Noppert misschien. De keuzes van een Ajax-keeper, Feyenoord-keeper en dan een keeper van Heerenveen, zonder ervaring. Is link. Dat blijft altijd gevoelig bij een heleboel mensen. Dus er zitten ook een heleboel mensen te wachten dat het fout gaat om die Louis aan te pakken. Tuurlijk. Maar als Nederlanders gewoon blij zijn dat ze zo meteen gaan winnen. Ja, dat is toch vaak zo? Ja. Maar een keeper die bij Dordrecht op de bank staat in Oranje, dat is Go wel leuk. Ook. En Go Ahead ook nog. En we hebben hem heel goed gevolgd hier in het oosten. Ja. Het is heel snel gegaan. Binnen een jaar van wisselkeeper naar... Het kan op die manier. Als je de kans krijgt. Het is een jongensboek, het is een sprookje. En Jeroen, als Oelof Staal een Nederlander was geweest, had hij de basis gestaan, denk ik. Of niet? Daar ga ik wel vanuit. Ja, want die is beter dan Noppert. Ja, ik vind dat vind ik. Ja, ik wel. Ja, hoef je niet. Die is, ja, kijk, vaak heb gezegd. Ik zeg, ja, die ruil met Drommel. Ik weet, Drommel die is nooit normaal. Maar ja, beste ruil wat er eigenlijk is geweest, denk ik, de laatste jaren bij Twente. Ja, precies. Dat is een geweldige ruil geweest. En, maar goed, Oenerstaal, die is René beter dan Noppert. Jazeker. Als ik kon kiezen nu, dan zou ik hem direct opstellen. Ook met hoge ballen wel goed is. Voetballend misschien ietsje minder, maar... Nee, beide niet. Maar Oenerstaal zou was Boske vroeger ook niet. Noppert is ook geen Ajax-keeper. Nee, Boske was ook een goede lijnkeeper, maar voetballend was het ook iets minder. Maar op de lijn was gewoon een fantastische keeper. Ja, ja. Als we dan even kijken naar FC Twente, de link met FC Twente. Tserny van de week scoort voor het eerst, hè? Ja, voor het eerst. Ja. Beetje hulp van de keeper, maar hij scoort wel. Ja, maar dat geeft ook een bepaald zelfvertrouwen dan weer. We hebben hem vaak in de competitie gezien. Hij is op de weg terug. Ja. Hij wil nog soms te graag, maar hij is wel een stuk beter aan het worden. Ja. En je moet gewoon heel veel spelen als je zo'n blessure hebt gehad. En dat kost tijd. Hij moet zichzelf ook tijd geven. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Hij kan deze wedstrijdjes ook lekker weer even meepikken. Geweldig toch? Ja. Hij krijgt nu de tijd daar om lekker rustig weer op te bouwen richting het tweede seizoen zelf. En ik denk dat Twente grote kansen heeft dat ze een goede Tierney terugkrijgen straks als hij fit blijft. Denk ik ook. Verwacht er wel wat van. Ja, want Tierney die gaat zich dus manifesteren. Tierney is bij Twente misschien nog de meest rechtstreeks als het gaat om doelpogingen. Dat is een beetje het manco van Twente de afgelopen tijd. Hè? Dat ze te veel breien en niet... En Stijn. En Stijn die komt eraan en die heeft inderdaad... Type. Ja, die wil naar de goal gescoord. Toe. Dus we hebben natuurlijk gezien, Jeroen, wat er van de week werd gezegd door Jans ook. Hier aan tafel ook. Van, we zijn op zich hebben een goede eerste competitieelf gehad. Maar dat scoren, dat is een slagvaardigheid voor de goal. Dat moet sneller en daadkrachtiger. Nee, dat klopt. Kijk, Twente voetbalt gewoon goed. En tot 16 meter, 5 meter, zo alles gewoon erin dribbelen, zeg maar. Ja, en als je kijkt naar andere competities in Engeland of Duitsland, ze schieten gewoon van 15, 20 meter. En bij Twente gebeurt dat gewoon veel te weinig, vind ik. Ze komen aardig vaak in die positie om te schieten. Vooral Flap komt ook vaak in die positie, vind ik. En Ricky komt ook wel vaak vrij, vind ik. En want het is, ze hebben aan de zijkant, Twente blijft gevaarlijk. Twente blijft gevaarlijk. Ook al er is altijd dreiging, daar ligt het niet op. Links of rechts, altijd dreiging. Dus in principe, in het begin, laatste week is wat minder, maar in principe was Twente bijna elke week wel een keer een doelpunt maakte. Ja. En dat is de laatste week gewoon anders. En als die doelpunten uitblijven, dan wordt het gevaarlijk. En dat zie je wel weer bij het Coët thuis. En dan win je hem dus niet. En Sparta uit, dan win je niet. Ja. Maar je tot aan de 16. Je moet gewoon vaker schieten. Maar misschien een keer doorwisselen. Ja, dat zou wel goed zijn, ja. Sarilek komt terug. Hopelijk Twente naar de winterstop, naar de winterbreak. Ja. Ja, dan heb je inderdaad, dat zei je vorige week ook al, heb je in principe Zerouki Sadilek. En dan heb je er nog één plek over op het middenveld. En dat moet dan een speler zijn die een doelpunt kan maken. En die een assist kan geven.
die echt naar de goal gaat. Is dat Stijn? Ja, dat is Stijn. Ja, ja, dus dat slaat eruit. Ja. Natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat heb maar ik al bij een grote club moet je die concurrentie ook hebben. Ja, natuurlijk. En die kan ook, het zijn verschillende types ook. Hè? Ja. Flap en Stijn kan je niet met elkaar vergelijken. Nee, joh. Qua type. Flap heeft veel meer loopvermogen. Ja. Terwijl Stijn in de 16e... Technisch wat vaardiger. Flap is technisch iets vaardiger, denk ik, als Stijn. Ja, Stijn moet natuurlijk leren in de kleine ruimte. Maar hij heeft een neusje in de 16. Dat is en dat is natuurlijk een extra wapen wat hij heeft. Ja. Dani de Wit is ook niet geweldig met voetenwerk en in de kleine ruimte. Maar ja, maar als je dan met Stijn speelt, heb je Suruki weer erachter. Kijk, die kan het ook oplossen. Vroeger had je Wout Brama daar ook. Die ook op die positie speelde. Ja. Kijk, en Flap die is ook echt een loper. Die loopt echt veel. En ja, soms denk ik van ja, waarom lopen ze nou zoveel? Soms kun je ook meer positie gaan spelen en vanuit de positie gaan voetballen, denk ik af en toe. Maar dat kan vaker gebeuren, denk ik. Maar Flap, ik denk dat hij veel druk op zichzelf zet. Omdat hij die kansen wat hij krijgt. Wanhopig op zoek naar een doelpunt. Dat zie je er ook aan af. Hè? Ja. Dat gaat erin. Maar dat niet alleen. Hij is aan de bal. Want hij wint ook geen mannelijke duels. Let maar op. Hij wint geen mannelijke duels. Als het erom gaat 1 tegen 1 wint hij niet. Hij geeft geen steekpas. Dus hij zet ook een ander niet voor de goal. Het is al met al is het gewoon heel matig wat hij laat zien tot nu toe. Nee, hij komt de hoge verwachtingen nog niet na. Dat is duidelijk. Nee. Hij komt wel vaak in die positie om te scoren. Ja. En dan markeert er iets aan. Nou, en net wat Jeroen zegt, als je dan een bepaalde druk op jezelf neerlegt. Want dan, dat prijskaartje hangt eraan. Allemaal dat soort. En het publiek doet daarin mee. Hè. Ja. Oh, hij mist weer een kans, want dan krijg je dan ook nog een keer. Dus voor, op een gegeven moment. Terecht, Jan. Jawel, nee, tuurlijk is dat terecht. Want je mag wat verwachten, maar hij komt er wel telkens. Dus je zit eigenlijk te wachten op het moment dat hij wel gaat scoren. Nou, en als dat gaat gebeuren, dan zou je zien, hij had er waarschijnlijk al op 10 moeten staan nu. Ja, zeker. Als hij kansen. Op 5. Ja, 5 sowieso. Misschien wel meer. Ja. Maar ja, als je heel druk bent op social media en je staat overal bij en je bent dan dansen overal samen, weet ik waar die filmpjes komen voorbij, dan laat het maar op het veld zien. Hè. Ja, dat heb ik liever eerst. Ik ben iets minder op de voorgrond. Dat is te makkelijk. Hè? Ja. 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 Nee, maar ik ben van minder op de voorgrond even gewoon laten zien op het veld. Ja, en het is dan een hele enthousiaste jongen. Ja, joh. Ook goed zijn wij ook. Jij sowieso. Maar het is ook goed voor de sfeer in de groep, die jongen natuurlijk. Uiteindelijk gaat het om wat laat hij zien. Juist. En het rendement. Kijk, voor de sfeer. Ik heb een neef die maakt sfeer, jongen. Die zit bij Reut en 4, maar daar heb ik niks aan. Ja, die maakt een sfeer daar, jongen, met een kratje bier sfeer en lachen en doen. Klas. Maar ja, hij zit iedere keer op de bank. Ja. Daar heb ik niks aan sfeer. Saruki, speelt niet op het WK en dat doet hem nog steeds heel veel pijn, hè, want ze hebben het net niet gehaald, Algerije. Misschien is het wel goed voor Twente dat hij niet nog nadrukkelijker op de radar komt. Dat is Twente natuurlijk al wel aan het voorsorteren op een opvolger, want stelt dat hij alsnog in die winterstop vertrekt, dat moet je nooit uitsluiten. En dan de vader van Flap, zag ik laatst, die noemt dan Hoedemakers als optie. Is dat een speler voor Twente van het niveau al? Of? Nou ja, weet je wat het is? Je gaat van AZ, die gaat dan een stapje naar de Eredivisie, dan ga je naar Cambuur. En dan als je dan naar Twente gaat, kijk, de een pikt dat heel snel op, maar je hebt ook weer een bepaalde druk in dat stadion. Het verwachtingspatroon. Ja. En je moet iemand opvolgen die gewoon dan top is. Saruki is gewoon een top middenvelder op dit moment. In Nederland zeker. Ja. Nou, dan denk je van ja, je moet ook die jongen niet gelijk opzadelen met een nieuwe Saruki. Want die moet eerst eens wennen aan het tempo. Want Twente speelt wel in een iets ander tempo als Cambuur, met alle respect. Ja, zo simpel is het gewoon. Nou, dat weet jij als in de achterban wat je ziet. Alles er rondomheen. Ja. Maar het is wel, laten we zeggen, iemand met potentie. Ja. Maar jongens, luister eens. Die Keurle is niet verkeerd. Nee, maar die heb je ook nog lopen. Dus, ja, dus laat die nou eens even. Die werd er ook onterecht afgehaald natuurlijk toen de tijd. Er moest ook in één keer weer iemand bespelen op middenveld. Wat is onterecht? Dat hij goed is, dat hij echt goed speelde en prima daar kon invullen. En dat er zo een andere speler op zijn plek komt. Hij hobbelt lekker mee. Hij hobbelt mee en hij haalt het niveau gewoon. Kijk, hij voetbalt gewoon lekker mee. En soms heb je gewoon. Geeft hij eens een seizoen de kans. Periodes heb je gewoon. En dat weet Jan ook. Als je reserve speler bent. En je krijgt een kans en het elftal draait lekker. Dan kom je het ook zelf ook lekker. Dan ga je zelf goed mee voetballen. Ja. Maar ja, op het moment dat het goed gaat en de cursus moet gemaakt worden, wat teruggehaald. Ja, dat is de cursus van de trainer. Ja, ja, dat snap ik. Dat je is altijd 15 zo. Je man opstellen, dat is het probleem. Nee, maar waarom zou je als je Saruki verkoopt gelijk een nieuwe halen? Ja, juist. Ja, dat eens. Ja, eens. Helemaal niet nodig. En daarachter zit genoeg talent. Dus je hoeft nog niet zozeer. Keurle heeft prima gedaan. Ja. Naast Sadilek, hij en Steenkrop kan ook nog als Saruki zo gaan. Maar ik denk dat Saruki niet gaat. Saruki draagt het spel, hè, als spelmaker. En dat is weer wat anders dan wat dat is wat anders. Deed, ja, dat is wat anders. Dat is een heel ander type. Ja. Kijk, je moet rekenen op van de zomer met Saruki. Ja. Ja, ik voor Twente is dat te hopen dat hij blijft. Dat denk ik wel. Ik denk dat hij in de winter wisselen is sowieso niet slim. Ik zou geld maken, maar ja. Nu al? Ja, waarom niet? Ja, in de winterstop al geld maken. Nee joh, je doet nou mee, man, om de bovenste plekken. Dan moet hij wel 10 miljoen plus proberen. Ja. 10 miljoen plus. Ja, dat gaat Feyenoord nog niet betalen. Ja. Nee, Feyenoord niet. Nederland niet. Nee. Nee, dat gaat Nederland niet betalen. Maar die spelers zijn dit soort bedragen ook waard, hè?
Als je internationaal kijkt. Ja, die bedragen, Jan. Nou, dat weten we. Ja. Godverdimme, man. Die slaan helemaal lol. Jeroen, Heracles Almelo wint van Top Os. Heel makkelijk. 3-0. Was jij er ook Kijk zo bij? Kijk je daarna, Heracles? Wie? Was je erbij met de zegens? Ja, Top Os had zijn dag niet, heb ik gehoord. We hadden met onder 13. Nee, maar Heracles... ze doen het goed. Ja, daarom. En dat kan ja, je al... Meer zeg je niet. Waarom vraag je dat nou aan Jeroen? Die heeft daar moeite mee met zwart-wit. Nee, maar het is leuk. Jij bent zwart-wit. Ja, daarom. Je vraagt aan Jeroen. Kijk, Jan is meer zwart-wit. Ja, Jan wel. Nee, ik ben rood-wit, want ik kom vanuit het Utrechtse. Toen rood-geel. Dus we houden toch een beetje erin. Nee joh, ik was daar wel bij die wedstrijd. Ja. Dat moest een live radio doen, dat maakt ook niet uit. Maar kijk, voor Overijssel, want daar zijn we voor. Daar zitten we naar te kijken en dan hoort PEC Zwolle en Heracles. Zou geweldig zijn als die allemaal weer terug zijn in de Eredivisie. Alleen al voor die wedstrijden. Jij hebt ze ook gespeeld. Dat zijn aparte wedstrijden. Hartstikke leuk. Maar laatste jaren niet zo. Nee, laatste jaar niet. Minder. Maar ja, tuurlijk. Omdat het werd weer gewoon. In het begin was het allemaal nieuw. Oh. Maar het is gewoon hartstikke leuk om die wedstrijden tegen elkaar te spelen, man. De oudjes tussen aanhalingstekens Veenovic en Bruns, die zijn aardig op dreef aan het raken. Ja, maar dat heeft ook te maken met die Schoofs. Ja, die Schoofs die twee keer scoorde, Lucas. Ja, maar die is de laatste weken. Maar die loopt voor die andere twee. Ja. Nou, zo simpel is. Ja, Iwan was zo uit, Iwan Brahma, die liep nog voor die twee altijd. Nou, dat bedoel ik. Dat soort spelers zijn nodig. En in die afdeling kan dat ook. En stap je hoger, wordt het moeilijker. Wordt het een ander verhaal. Dit elftal kan in de Eredivisie onderin alles mee. Dan ben je vaak de mindere. Dan moet je achter de tegenstander. Ja. Kijk, Heracles speelt thuis. Ja, als je linksbuiten bent, dan hoef je bijna nooit terug. Mee terug. Nee, maar één stapje hoger, wordt het dan een ander verhaal. Maar kijk maar naar Hansson, dan komt hij tekort. Ja, maar dat is vaak zo. Dat zie je wel. Ja, Lauwens heeft dat ook aan de rechterkant. Kan Vinovic niet meer belopen, Bruns waarschijnlijk niet meer. Dus als ze zouden promoveren, moeten ze echt 4-5 nieuwe halen. We hebben korte termijn promoveren. Ja, en dan zien we wel verder. Nou, ja. Maar ja, ze hebben het schema verloren, ze liggen goed op schema. Ja, tuurlijk. Ja. Dus we liggen dus ook op schema voor het Twentse derby volgend seizoen. Ja, kennis van mij die langs. En dat is goed. Nog heel even naar de afdeling winacties, René. We hebben weer een nieuwe actie, maar we hebben nog iets te vergeven. Dat is heb je meegedaan? 100 euro Mizuno pakket. Ja, thermokleding is dat. Thermokleding, waar we het vorige week over hadden. Ja, is een winnares uitgerold. Ik dacht dat het om een thermoskan ging, maar het is dus kleding. Dat kan ook. En dat is een winnares. Dat is Isa Krutswagen geworden. Isa, het komt in jouw richting. Komt allemaal goed. En heb jij weer een nieuwe actie hier, René? We hebben een hele leuke vrijgevig als je bent. We hebben hier een, wat is het, een roetveegpiet? Of, nou, ik of weet niet wat het is. Goudpiet. Goudpiet. Oh ja, je moet oppassen met kleuren waar je zegt. Hè? Goud, zilver, je kan alles noemen. Maar geen zwarte piet. Nee. Dat mag niet. In Glanenbrug waren wel zwarte pieten. Volgens mij wel, ja. Wat een gezeur, hè? Ja. Wat een gezeur, man. Hey, dat wil ik nog zeggen, bij ons achter de coulissen, zeg maar, hè, voordat het programma begint. Wij hebben nooit van die Matthijs van Nieuwkerk acties, hè? Dat hebben wij nooit. Nee. Wij gaan altijd heel relaxed met elkaar om. Ja, maar er staat ook niet zoveel druk op. Nee, dat is waar. Nou, dat is waar. Nou. Ja. Nee, maar ik had ik heb vandaag toch slecht geslapen. Ja, zit nog goed. Ja, ik feun helemaal niet meer. Nee? Nee. Ik laat het gewoon zo zitten. Nee, joh. Feun. Nee, even een nieuwe feun. Teunfeun. Ja, teun. Ja. Niet om op het graf van Matthijs van Nieuwkerk te dansen, want dat doen ze in alle tv-shows al. Maar wat hij deed, ik bedoel, je moet altijd een leuk mens blijven. Dat is veel belangrijker dan een meedogenloze presentator. Ik had verwacht dat hij dit alleen thuis zou zeggen op je knieën. Maar hij zegt het tegen iedereen blijkbaar. Is dat een nieuwe prijsvraag? Nee, ik kan dat. Nee, ik kan dat. Even opletten nou. Jan Trommel, het is een diner voor twee personen. Eerste of tweede kerstdag bij Van der Valk in Zwolle, Enschede, Hengelo of Deventer. Mag je zelf kiezen. Gaan eten. Ja, kan wel, kan wel. Dan doe je gewoon je keer een kwart. Maar dat mag. Diner for two dus. Ja, diner for two voor twee personen. Dat is die legendarische uitzending van die Engelsman die steeds struikelt over die leeuwenkop. Weet je, dronken met tafel. Ja, dat is legendarisch met oud en nieuw, hè? Elk jaar. Maar dat is zit niet in jouw beleving. Nee, dat zit ook niet in mij. Nee, wij wel. Andere generatie. Ja, gewoon net zo. Ja. Televisie kijken. Ja. Maar dit is hem. Oh, dat was de prijs? Ja, leuk toch? Hier is de prijs. Lekker man. Nee, is geen vraag bij. Je moet gewoon abonneren, delen en we moeten omhoog. Dus allerlei leuke acties. Hè. En dan over het WK nog even tenslotte een voorspelling. Want we hebben natuurlijk Oranje. Dat speelt komende vrijdag de tweede wedstrijd in de pool. En dat gaat tegen Ecuador. Die gisteren dus van Qatar hebben gewonnen met 2-0. Vrij makkelijk in het begin al. Goeie spits. Jan? Goeie spits, ja. Wat gaat dat worden? Ja, NR Valencia. Hè? Ja. Die is geblesseerd wellicht. Maar goed, dat gaan we horen. Wat denk jij wat het gaat worden? Ik denk,
al die uitslagen, ik verwacht hele kleine uitslagen. En ja. Dus ik denk dat Nederland gewoon met minimale middelen gaat winnen. Want dat zie ik gisteren alweer. Dan denk ik van, hè? In de tweede helft doen ze eigenlijk niet zo gek veel meer. Uitslag? Af en toe 1-2. Nederland voor. Tegen Ecuador, wat denk jij? Nou, dan ga ik voor 3-1. Nederland. Ja. Ecuador krijgt bijna nooit een doelpunt tegen. Hè? Maar goed. Daarom wou ik 0-1 doen. 0-1 voor? Ja. Nee, Nederland. Het is Nederland. Het is Ecuador-Nederland, toch? Ja. 0-1. Ja. Oké, duidelijk. Dat betekent jij kijkt dus, me dan of ik het weet. Ik weet het niet. Dus een positief verhaal. We gaan het afronden. Dankjewel Jan voor de aanwezigheid. Graag gedaan. Dankjewel Jeroen. En René, ik hoop dat je nog een beetje het gevoel krijgt om naar het WK te gaan kijken. Want dan hebben we volgende week... Ik denk het wordt weer Sesamstraat, 7:15. Ja. Dat is meer jouw ding op dit moment? Ja, liever dan. Ja, liever dat. Het is niet anders. Wie hebben we volgende week in de show? Geert-Jan van Beek, klopt. Ja. Dat is duidelijk, dames en heren. Volgende week dus weer hier vanuit het Van der Valk in Hotel in Enschede. Een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. Met dan Geert-Jan van Beek. Dus tot volgende week. Tot dan!